Kom maar. Geen honden, maar kalfjes. Floris Molenbeek uit Almere laat dagelijks 2 ossen uit in Oosterwold. En dat doet hij niet zomaar. Hij wil de ossen trainen om ze in te kunnen zetten voor ploegwerk in zijn moestuin. Nou, ik vind koeien gewoon hele fijne beesten. En het lijkt me heel tof om uiteindelijk dus met hun te kunnen samenwerken en het land te kunnen bewerken. Als ze daar zin in hebben. We hebben zelf een grote groentetuin, tuin Moes. En daar wil ik kijken of ik het grondwerk ermee kan doen. Maar wat me ook heel tof lijkt is bomen te slepen en karren te trekken. Ja. Is dat dan niet zwaar of zielig voor deze beesten? Ik denk dat het wel meevalt. En het is, ja, kijk, ik ga ze niet geen dingen laten doen die ze niet willen. Dus het wordt, ik zie het wel echt als een samenwerking. Hoe Molenbeek de 2 ossen moet trainen, weet hij zelf ook niet precies. Er zijn maar weinig mensen in Nederland die de beesten nog op het land gebruiken. Een voorbeeld heeft hij dus niet. Om de kalfjes te laten wennen, dragen ze soms een juk en maken ze dagelijks een ommetje over de boerderij. Nou ja, wat ik nu dus eigenlijk iedere dag doe, is er gewoon even aandacht geven. Gewoon even een halsertje om en vaak loop ik buiten even een rondje. Ik probeer ze al dan wat dingen te leren als lopen en stoppen eigenlijk. Hè? Dus eigenlijk vooral dat. Op een gegeven moment wil ik er meer commando's bij gaan leren. Dus dat ze ook linksaf, rechtsaf en eventueel ook nog achteruit kunnen. Molenbeek denkt dat het 2 jaar duurt voor de ossen groot en sterk genoeg zijn. Dan gaat hij kijken of het experiment met de 2 beesten is gelukt.